Ruim 36.000 klimplantjes komen er voor een mooie groene uitstraling. Het wordt een bonte mix van klimop, wilde wingerd en klimhortensia. Over een totale lengte van 12 kilometer worden ze aangeplant. Van Drunen naar de grens van Vlijmen en Den Bosch en weer terug. We zijn aan die kant op aan het gaan en dan komen we straks via die kant terug en dan gaan we nog naar de achter toe. Dus je bent nog wel even bezig? Ja, we zijn nog wel even zoet hiermee. Het aanplanten gebeurt door groenmedewerkers van WML Facilitair uit Heusden. Een deel van de medewerkers heeft een arbeidsbeperking. Roland heeft moeite zich te concentreren. Een snelweg lijkt dan geen ideale werkplek. Nee, als je goed doorwerkt, blijf je geconcentreerd en heb je er geen moeite mee. Soms doet er wel eens mensen, maar dan moet je gewoon negeren. En iedere keer dan tellen wij de boetes op. Dus we komen al over de paar duizend euro. Hoe vaak dat ze toeteren. Dus dat is hartstikke mooi om een keer reactie te krijgen ook van de weggebruikers. De eerste plantjes staan. Vele kilometers liggen nog te wachten. Maar dat is voor Roland geen vervelend vooruitzicht. Nee, ik ga niet vervelen. Zoals, je hebt leuke collega's, dus de stem blijft altijd hartstikke gezellig. En dan ja, gaat het nooit vervelen. Ik heb vanochtend heel de ochtend plant Waterloo gelegd. In totaal 200 meter hebben gelegd. En toen straks ben ik al met mijn planten. Als alles mee zit, zitten aan het eind van het jaar alle 36.000 klimplantjes in de grond.